Goedenavond, mevrouw Menegeen. Dank voor uw aanwezigheid. En de bezoekende trainer, meneer Bruijs, krijgt als eerste de kans om zijn analyse van de wedstrijd te geven. Dankjewel, goedenavond. Ik denk dat wij na een gesloten, denk ik, 20, 25 minuten met veel tempo, maar weinig kansen, uiteindelijk een goede periode in die wedstrijd hebben met vier. De start was het doelpunt en dan daarna nog drie geweldige 100% kansen. Het is jammer, denk ik, dat wij op dat moment die wedstrijd niet in een definitieve plooi liggen. Ik denk dat Bram Verbist daar een paar goede reddingen heeft gedaan ook. Uiteindelijk ga je maar rusten met 0-1 en weet je dat een thuisploeg moet komen. En dan denk ik dat wij aanvankelijk vrij makkelijk stand houden. Alleen uiteraard, die laatste 20 minuten wordt daar veel via de verre inworpen langs beide zijden, veel via de indirecte vrije trappen druk op onze verdediging in de 16 gezet. Dan brengen we jammer genoeg zelf de spits van Cercle Brugge in stelling, die daar een geweldige kans mist. En dan zie ik nog één situatie waar de bal tegen de dekkat gaat, door het doorzetten van Wang. En dan is het toch wel op, buiten wat druk en wat schermutselingen in die 16 meter, is er weinig gevaar nog gekomen. Maar uiteraard, met het pompen van die bal in die 16 meter, kan het altijd alle kanten uit. Dus ik denk dat wij met moeite het einde van de wedstrijd hebben gehaald. We hebben op 6 wedstrijden achter de rug. Dus vooral voor de jongens die veel minuten hebben, begint dat te wegen. Vooral voor de jongens die weinig minuten niet hebben, die op het einde van de wedstrijd in de knoei kwamen, begint dat te tellen. Maar ik denk dat wij nu goed gestart zijn, 11 op 15, 5 keer de 0. Ik denk dat wij een mooi parcours aan het afleggen zijn. Alleen jammer dat je die wedstrijd niet sneller kan beslissen in die eerste helft. Dankjewel, meneer Peters. Ik denk dat we goed begonnen. De eerste 25 minuten. Denk ik waren wij de betere ploeg, totdat KV Mechelen scoort, de eerste uitbraak is gelijk een doelpunt. Dat zijn situaties waar we voor gewaarschuwd hadden, Gorjus die infiltreert. Ja, dan zie je dat Neto bij Gorjus is tot het moment van de voorzet en hem dan loslaat. Oké, Gorjus kopt dan de 0-1 binnen. En toen hebben we met heel veel moeite de rust gehaald, want toen was er heel veel nervositeit. De laatste twee wedstrijden verloren, thuis kom je 0-1 achter, spelers een beetje in paniek. Oké, uiteindelijk haal je dan de rust met 0-1, dat misschien 0-2 moeten zijn op dat moment. Oké. Dan breng je Serebrennikov om toch iets meer druk in het middenveld en ik denk dat de tweede helft nog maar één elftal op het veld heeft gestaan. Alleen ja, er is een wet in het voetbal die zegt je mag zoveel druk geven als je wil, als je niet kan scoren, ja, dan kan je geen wedstrijd winnen. Ik denk als Owozo die bal binnentrapt, zijn er nog een 15-tal minuten te spelen en dan denk ik dat het moeilijk wordt voor KV Mechelen. Oké, we scoren dan niet Wang die nog van op een halve meter op de lat kopt. Ja, dat zijn situaties waarin we nu in zitten. Drie laatste wedstrijden kunnen we denk ik meer hebben dan 0 op 9, maar we blijven achter met 0 op 9. En dan moeten we nu even die batterijen opladen, want we hebben ook 5 wedstrijden gespeeld de laatste 18 dagen. De jongens zijn ook moe, maar ik kan mijn spelers, vooral op basis van de tweede helft en de eerste 25 minuten, zeker geen gebrek aan mentaliteit verwijten. Alleen ja, als je geen doelpunten maakt, dan wordt het natuurlijk heel moeilijk. Ja, wie heeft een vraag? Niemand, is alles duidelijk? Dan dank ik u en zie we elkaar pas over een maand hier terug. Ik ben bedankt, veilig thuis.